Breda Nu. Je weet het meteen. Het Amfia organiseert voor de 5e keer op rij de Lintjesregen. Hierin wordt aandacht besteed aan de persoonlijke en vaak aangrijpende verhalen van mantelzorgers. Wij zijn benieuwd hoe dit initiatief tot stand is gekomen. U doet het al voor het 5e jaar, zitten we in de jury. Hoeveel aanmeldingen waren er dit jaar? 70 nominaties, ja. En uit die 70, hoeveel zijn er gekozen? Er zijn 15, 16 nominaties geweest, waarvan er ook nog één surprise nominatie is geweest. Ja. Was het voor u ook een verrassing? Of? Ja, absoluut. Het was voor mij ook een verrassing, ja. En hoe gaat zo'n procedure? Hoe kiezen jullie de nominaties uit? Ieder krijgt alle nominaties op papier per mail of thuis gestuurd. En je gaat zelf alles aandachtig lezen. En dan, ja, je beslist eigenlijk voor jezelf ja of nee of twijfel. En dan kom je met z'n allen bij elkaar. En dan wordt er eigenlijk gewoon nominatie 1. En dan gaan we tellen hoeveel nominaties beantwoord worden met een ja. En op het eind van de rit, dan als er 5 nominaties zijn per, of er 5 ja's bij een nominatie, dan is die door. U heeft het lintje gekregen, of u krijgt hem dadelijk, maar u heeft hem gekregen. Was u verbaasd dat u hem had gekregen? Ik was eigenlijk heel verbaasd, ja. Want de reden waarom mevrouw mij voorgedragen heeft, vind ik zo vanzelfsprekend. Dat ik denk van ja, dit komt mij helemaal niet toe. En waarom had u hem, want u heeft hem voorgedragen, waarom had u hem voorgedragen? Omdat het zo belangrijk voor mij is om hulp te hebben. Want ik heb niet alleen zelf kanker gehad, 2 keer al. Maar ik heb ook een man die al 20 jaar Parkinson heeft. Dus ik heb heel veel hulp nodig. En ik kan niet alles alleen doen, vooral niet als je net uit het ziekenhuis komt. Dus elke hulp die je dan krijgt, en vooral als die heel dichtbij is, was natuurlijk voor mij heel erg belangrijk. En was u daar een beetje, bent u er ontroerd dat u dat heeft gekregen? Of wat deed het met u? Nou, aanvankelijk zei ik, ik wil het helemaal niet. Want ik denk dat er mensen zijn die het veel meer verdienen dan ik het verdien. Dus ik was een beetje verbaasd eigenlijk. Waarom wordt de Lintjesregen georganiseerd? De Lintjesregen wordt georganiseerd om de mantelzorgers van onze kankerpatiënten te bedanken voor hun inzet en te belonen voor bijzondere daden die zij doen aan onze patiënten. En wat hoopt u te bereiken met de Lintjesregen? Wij hopen te bereiken dat wij laten zien dat kanker geneest dankzij dokters, maar kanker is te overleven dankzij mantelzorgers. Mensen om je heen, die maken of je wel of niet door zo'n periode heen komt. En daar willen wij waardering voor uitspreken.